En toen jullie werden uitgekozen, hoe voelde dat? Ja, dan ben je natuurlijk heel erg blij. Dus we werken met ons natuurlijk als een deurproject, maar het is toch iets anders als hier al zeg maar, een instantie van de overheid iets mee te maken heeft. En je weet eventueel van, nou dit gaat gewoon misschien 3 jaar echt een vaste tool worden van heel veel scholen om iets te bepalen. Dan heb je daar toch meer zoiets van, ja dit is nog groter, dit is nog belangrijker. Ja, dan voel je gewoon echt helemaal fantastisch. Dan ga je echt met een big smile naar huis en dan vertel ik tegen jou, dus eigenlijk mijn concept is gekozen, ik vind dit en ben je gewoon echt super blij. Nou. Dat maakt. En dat blij gevoel blijft, hoe lang blijft dat blij gevoel? Is dat, heb je nu weer nieuwe blij? Dat blij gevoel blijft totdat je andere druk van school krijgt. Maar ja, uiteindelijk natuurlijk iedere keer als je weer een mijlpaal haalt in het hele proces, dan komt dat weer een beetje op. Van ja, oh fantastisch, dus mijn naam, mijn dingetje. Ja. En dat blijft dan zo wel doorgaan. Dus het app nooit helemaal werkt.